Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Een lage drukgebied boven Duitsland zorgt nog steeds voor bewolking in Nederland. Plaatselijk is het vanochtend eerst nog mistig, met name in het westen van het land, maar dat trekt in de loop van de dag wel weer op. Daarna wordt het wisselend bewolkt en de temperatuur in de ochtend nog aan de lage kant, met de 6 tot 8 graden. Daarbij staat er niet al te veel wind en aan zee kan een bui vallen. Vanmiddag zijn er dan zonnige momenten, maar zijn er ook momenten dat het toch wel bewolkt is. In het noordelijke kustgebied kan een bui vallen en de temperatuur loopt vanmiddag op naar waarde tussen 9 en 13 graden. Vanavond zijn er dan brede opklaringen en koelt het snel af. Lokaal ontstaat mist, omdat de wind ook gaat liggen. De temperaturen kunnen in het begin van de nacht kort onder nul duiken. Morgen is het dan wisselend bewolkt en zijn er vooral in het zuiden van het land zonnige perioden. De temperatuur iets lager dan vandaag met 10 tot 12 graden en daarbij een meest zwakke of matige oostenwind. De komende dagen dan neemt de wisselvalligheid al toe. Met name maandag valt er geregeld regen en is het bewolkt. Dinsdag en woensdag zien we vaker de zon en zijn de temperaturen iets hoger met een graad of 13, 14. De nachten die worden ook wat zachter, maar mocht het wat opklaren in de nacht, dan kan het alsnog flink afkoelen.